Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. Ik lees u de brief voor die de bisschop geschreven heeft waarbij hij pastoor James benoemt in deze parochie. Gerardus Johannes Nicolaas de Korte, door de genade van God en de gunst van de apostolische stoel, bisschop van Sertogenbosch. Aan onze geliefde broeder in Christus, de zeer gewaarde heer James Gerald Joseph, priester van de bisdom Otamunda in India. Vrede in de Heer. Bij deze benoem ik u, overeenkomstig kanon 519 C.I.C. met ingang van 1 augustus 2021 tot pastoor van de rondkerkelijke parochie de Goede Herder gevestigd te Mil. Was getekend Dr. Gerard de Korte, bisschop van Sertogenbosch. Met een grote trouw en zorgvuldigheid zal ik eens de kerk, also eens de particuliere kerk van Sertogenbosch, plichten vervullen waarin ik geroepen ben mijn dienst volgens de voorschriften van het Rijk uit te oefenen. Bij het vervullen van mijn ambt, dat mij in naam van de kerk is toevertrouwd, zal ik de geloofschap ongeschonden bewaren, trouw doorgeven en verhelderen. Derhalve zal ik alle leerstellingen die daarmee strijdig zijn, vermijden. Ik zal mij onderwerpen aan de gemeenschappelijke kerkelijke discipline en alle kerkelijke wetten onderhouden, vooral die welke staan in het wetboek van kanonieke recht. Met christelijke gehoorzaamheid zal ik bejegenen als wat de gewijde herders als authentieke leraren van het geloof verklaren en als bestuurders van de kerk vaststellen. En ik zal de diocesane bisschoppen trouw terzijde staan, zodat mijn apostolische werkzaamheid, die ik in naam en in opdracht van de kerk mag uitoefenen, geschiedt in gemeenschap met diezelfde kerk. Zo waarlijk help mij God en deze evangelie Gods. Overeenkomstig de benoemingsbrief van de bisschop van Sertogenbosch, monsieur Dr. de Korte, en in zijn naam bevestig ik u als pastoor en draag u de herderlijke bediening op van de parochie de Goede Herder te Mil, Langeboom, Haps, Sint-Hubert en Wilbertoord. Mogen de Heilige Geest u bijstaan, u meer en meer vertrouwd maken met de boodschap van het evangelie en uw hart blijvend openen
voor de gelovigen die aan u worden toevertrouwd. Dankbaar. Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen. De Heer zal bij u zijn. Lees ik naar het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. James, beste parochianen, mede-christenen. Vandaag is het feestelijke en bijzondere moment dat de nieuwe pastoor van Mil wordt geïnstalleerd van de parochie, de Goede Herder. Niet alleen Mil, maar ook Haps, Langeboom, Wilbertoord, Sint-Ubert. En dat zijn altijd bijzondere momenten. Een pastoor die in opdracht van de bisschop een nieuwe taak aanvaardt, gaat een nieuwe weg tegemoet. Hij komt vanuit het onbekende, letterlijk en figuurlijk bijna voor ons, vanuit India, via Vught, naar Mil toe. Het is geen huurling die even voorbij komt. En als het te beniebel, te spannend, als het bedreigend wordt, wegvlucht. Nee, de goede herder is degene die zorg wil dragen voor de gemeenschap waar hij voor is aangesteld. En dat geldt ook voor pastoor James. Hij mag die goede herder zijn die met de gemeenschap optrekt. Ik wil u verzoeken in aanwezigheid van het volk dat aan uw zorg wordt toevertrouwd, opnieuw te beloven wat u op de dag van uw priesterwijding uitgesproken hebt. Pastoor James, wilt u in de prediking van het evangelie en de uitleg van het katholieke geloof Gods woord met toewijding verkondigen? Ja, dat wil ik. Pastoor James, wilt u de gemeente voorgaan in de liturgie volgens de overlevering van de kerk, vooral in de viering van het Eucharistisch offer en het sacrament van de verzoening, tot eer van God en heiliging van het christenvolk? Ja, dat wil ik. Pastoor James, wilt u in eenheid met de bisschop bidden om Gods barmhartigheid voor het volk dat er nu is toevertrouwd, en zo gehoor geven aan de opdracht van de Heer tot onophoudelijk gebed? Ja, dat wil ik. Pastoor James, wilt u zich voor het welzijn van het volk steeds meer binden aan Christus, de hoge priester, die zich als een zuivere offergave aan de Vader heeft opgedragen? Met de hulp van Gods genade, ja. Pastoor James, belooft u aan uw bisschop eerbied en gehoorzaamheid? Ja, dat beloof ik. Pastoor James, ik mag u van harte feliciteren met uw benoeming als pastoor hier in de parochie de Goede Herder. Ik wil ook bijzonder de parochie van harte feliciteren met de benoeming en installatie van uw nieuwe pastoor. Geeft u hem een applaus. Thank you.
toen uw nieuwe pastoor mij uitnodigde om op het einde van deze feestelijke viering ook een woordje te zeggen. Maar hij zei er ook wel bij, het mag niet te lang duren. Dus hij kende mij al een beetje. Installatie, ik heb het vele malen in mijn leven mogen meemaken. En als je er stil bij staat, is het eigenlijk een mooi en zinvol woord. Het betekent iemand in functie aanstellen, in het ambt bevestigen. Het is geen prestatie, maar veel eer een belofte. Een staat, een uitdaging om in de ware zin pastor, herder te zijn. Om midden onder de mensen te staan. Om de mensen ook een beetje herder over jezelf te laten zijn. Een gezond tweerichtingsverkeer, zou ik willen zeggen. Wees voor elkaar onder de bescherming van Maria van altijd durende bijstand, zoals wij ze haar hier vereren. De Zoon van God de Vader, de goede herder. Mogen jullie alle voor elkaar een goede herder zijn, een goede herder blijven en mogen jij daarin deze mensen voorgaan. En ik spreek tot slot nog maar een beetje Latijn, zoals ik dat altijd heb gedaan. In nomine Domine feliciter, ad multos annos in sanitate et gaudio. Dankjewel, pastoor, voor deze mooie woorden. Wij hebben u nog nodig. Wij gaan u ook in de toekomst of de komende maanden, de komende weken volop inzetten. En dacht ik ook, mag ik ook een klein woordje spreken. Ik wil jullie allemaal danken voor jullie mooie samenwerking en voor dat jullie hier aanwezig zijn. Het bestuur, pastoraalsgroep, het koor, vrijwilligers, acolyten, de gilde, gilde broeders en gilde zuster, koning en versierproep en pastoor Van Dijk voor zijn steun. Dankjewel allemaal. Heel mooi, ondanks de regen, de dag wordt nu al beter. Het kan niet beter zijn. Wij zullen allemaal samen een mooie, prachtige parochie zijn. Dank je. Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat je